Is Mieke als boom? Ik heb geen idee. Volgens mij wel. Dit is van Marietje Kessels. Ze speelde Maria Marietje. Ze speelde de pastoor. Donker Chant. Nou, die rimpels van Mieke, dat klopt wel. Kijk, ik ben nou in mezelf aan het knippen. Jij vindt het eng? Hebben jullie dat nooit gedaan? Nee? Nee? Dit was geweldig, jongen. Dit was hier, toen presenteerde ik het aan een van de Brabant shows. Komt er wel een beetje verhaal los, hè? Cause you can change the way I am. Are you strong enough to be my man? Lie to me. I promise, I believe. Lie to me. But please. Jawel, op zich wel. Ouder worden, ja. Denk je wel veel over na. Ja? Ja, 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 ja. Hoe oud ben jij nu? 52. Ja. 64. En een anderhalve maand. 54. Ik ben net 50 geworden. 13 juni. Ben ik verjaard. Ik ben al 60 jaar. Dus ze kunnen het over de ouderdom hebben. Ik weet ervan. Yes. Zullen we eens daar terug gaan kijken naar wat hebben we wat gefilmd? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook een beetje gereserveerd daarover, want je had het me aangeboden. Maar ik ben erover gaan nadenken. En vooral ook omdat ik natuurlijk denk, ik heb een bepaald beeld van mezelf. En dat zou wel eens kunnen tegenvallen, snap je? Dus dat ik denk van dat ik op een bepaalde manier speel, waar ik misschien wel trots op ben. En dat ik dan denk, nou, het ziet er goed uit, weet je wel. En dat zou nou wel eens tegen kunnen vallen. En dan moet ik dus met dat beeld verder, snap je? Hetzelfde als dat je eigenlijk nooit naar een lijk moet gaan kijken, zeg je wel eens. Want dan is dat het laatste wat er overblijft. Ah, kom op, jongen. Kom, haal de kans. Ja. Nou, het is wel zo. Ja, nou ja, ik vind het zo gek nog niet, eerlijk gezegd. En omdat ik natuurlijk wel referentie heb aan mensen die net zo oud zijn als ik. En die ik dan ook zie rondlopen en rondfietsen en sporten en lopen en wat dan ook. En dan denk ik van, ja, vind ik dit nog zo gek nog niet. Adertjes, ja, op je benen. Je krijgt gewoon van die dikkere aders of die je dan meer gaat zien. Van die blauwe adertjes allemaal. En hier van die... Hier zo, van dit zo'n gesprongen ding. Een soort adertjes. Je ziet natuurlijk wel rimpels allemaal en wat dunner. Want je ziet hier op mijn hand, dat vind ik soms wel heel erg. Als je zo naar je handen kijkt, dan zie je wel dat ouder wordt. Dat het dunner wordt, meer rimpeltjes. En in je gezicht natuurlijk heel erg. Mijn gezicht heeft heel veel rimpels. Hier wordt het ook... Dit wordt ook allemaal wat slap. De tussenstukken. En als je dit dan bijvoorbeeld gaat krijgen van die lage decolletés van die oude vrouwen. Met die lage decolletés en dan van die rimpels. Dat vind ik al heel lelijk en dan heel bruin. Dat vind ik super lelijk. Nou, met die voeten. Ik kan niet zo goed op hoge hakken lopen. En dat vind ik wel ontzettend leuk, hoge hakken. En als ik die jonge meiden zie met zulke dingen, dat vind ik prachtig. Dan denk ik, had ik maar beter geoefend daarop, dat ik dat nu ook nog kon. Dan blijkt je dat je gewoon als ouder wordt, dan krijg je bosjes. Dat worden gewoon bosjes. Je wordt een grote oren gehad, je wordt een neus. En het kaler worden, dunner worden. Ik word maar. Dat wel. Dat is wel soms dat ik denk, ik word te mager. En dat het haar.
En dat op een gegeven moment dat je dan in spiegel, kut, gaat hangen, zo, dit. Dat vond ik echt, dat is echt 45 plus. Dus. Bij Hitch had ik dus geen flauw idee waar ik in stond. Hè? Ik wist wel dat we met mijn camera werken, maar ik had ook geen enkel idee wat voor effect het was. En toen pas na de eerste voorstelling, dus op het moment zelf echt totaal geen flauw idee, wat sta ik hier te doen. En wat, dus daarom vond ik die foto ook zo heel mooi, die ene van Hitch. Waar jullie dat, hangen? Ja, dit. Hier zie je dus perfect wat er aan de hand is. Ja, die en met het raam. En met het, het raam. Ja, dit. Dus dan zie je dus wat er gespeeld wordt en wat dat ook bijvoorbeeld. Die ook. Ja, weet je staat hier gewoon te spelen en dit is wat men nu ziet op... Nu moet je hier staan, nu moet je op tijd hier staan om dit vast te houden en dan loop je weer daar naartoe. Hmm. En dan loop je weer daar naartoe en dan doe je weer dat. En dat is zo niet toneelspelen. Of speel jij wel zo? Nou, ik denk wel eens van, ik weet niet zo goed hoe het verder moet. Want ik denk van, als ik bijvoorbeeld lesgeef, drama als drama, hè, met spel, dat is dan energiek en zo. En dan ben je vaak met jongere mensen en dan ga ik me gewoon soms wel oud voelen. Ik denk van, oh, nou, ik weet niet of ik dat nog echt tot mijn 60ste kan blijven doen. Ik heb nog een tijd gedacht, dat is mijn voordeel. Ik ben klein en dik en specifiek. Dus wanneer ze een huishoudster of weet ik veel wat zoeken, dan ben ik hartstikke geschikt voor. Ja, dat houdt een keer op, denk ik dan. Het zal een keer ophouden, maar het houdt nog steeds niet op. En dat heeft misschien ook wel te maken, ook weer met mijn leeftijd, weet je wel. Dat er dus relatief gezien toch weinig 50-plus acteurs zijn. En er zijn toch behoorlijk wat 50-plus rollen te vergeven. En sowieso in de hele theaterliteratuur en zo, dat is vergeven van oude mannen, jonge vrouwen. Ik heb laatst meegedaan aan een auditie. En daar is een vrouw van 45 de oma geworden. En denk ik, jeetje, wat erg, ik kan niet eens mijn oma rollen spelen. Misschien ben ik nu al overgrootmoederrollen, ben ik daar geschikt voor. En daar zijn er natuurlijk steeds minder van. Maar waarom heb je ja gezegd tegen de vraag om met deze voorstelling mee te doen? Oh, dat is een afsluiting. En dat heeft ook te maken met, oké, daarmee heb ik definitief geaccepteerd dat ik oud ben. En snap je, daar heeft het ook mee te maken. Ik had ook kunnen zeggen, hallo, meuk, voorlopig nog niet. Dat kan ook, hè. Ik vind het altijd leuk om bij Drie Ons iets te doen. Dus ik werk er al zo lang bij hun dat ik het... Sowieso vind ik het altijd heel leuk om te spelen. Om in een voorstelling mee te werken en te maken. Ik heb ook veel opgegeven voor theater. Ik ben van Antwerpen naar Amsterdam komen wonen. Ik heb vrienden niet verloren, maar wel verlaten. Je gaat toch voor je carrière, dus je gaat toch... In die zin ook voor jezelf en voor wat je wil maken. Mijn leven heeft helemaal in dienst gestaan van theater. De manier van het maken van het stuk en de vormgevingselementen die daar heel belangrijk bij zijn bij Drie Ons. En het is ook een beetje raar. Maar vooral ook een familiegevoel. En eigenlijk ben ik daar altijd op zoek als ik aan het werk ben. Als het niet kan, als je het niet kan, dan moet je het niet doen hoor. Dan stellen we het gewoon uit. Ja. Oké, maar ik bedoel, we hadden toch. Je weet ongeveer toch. Nee, ik weet niks. Nou, wat ik moet eigenlijk gewoon zeggen wat ik moet doen. Nou, ik heb dat al lang gezien. En wat dan? Nou, toen de vorige repetitie heb ik het al gezien hoe je het deed. En ik vond het eigenlijk niet zo... Ik vind het heel mooi wat je doet. Maar ik vind ook tegelijkertijd denk van... Het is nog niet echt mijn moeder. Jouw moeder? Jij bent toch mijn moeder? Dat hebben we toch gisteren geoefend? Was dat jouw moeder?
Ja, wat dacht je dan, mijn oma? Dus we hebben toch afgesproken? Nou, doe nou niet zo raar. We hebben gisteren gedaan. Dat was jouw moeder. Maar jij bent mijn moeder. Maar dat heb je nooit gezegd. Dat ik jouw moeder moest spelen. Nee, ach, niet. Kom op, hé. Hey. Echt niet, Mieke. Echt niet. Waarom ga je mijn moeder niet spelen? Omdat ik dat nergens op vind slaan. Waarom ik niet? Ik jouw moeder. Waarom niet? Nou, kijk eens in de spiegel. Ja, en? Nou. Ja, oké. Okay, dat... je kan toch wel mijn moeder spelen? Nee, je bent toch een actrice of niet? Ja, maar niet op film. Op film zie je dat allemaal. Ik vind dat jij er oud genoeg uitziet om mijn moeder te spelen. Ik vind, je hebt heel veel rimpels, je bent ook dikker en klein. Je zou een oud vrouwtje kunnen spelen, mijn moeder. Ik geloof daar wel in. Nou, je wordt bedankt. Tussen de 55 en de 60 gebeurt er heel veel. Fysiek ook. Zo van... En dan heb ik het niet eens over mijn spieren of zo, maar vooral de testosteron, zeg maar, daar word je dan pas heel erg bewust van. Want dat gaat gewoon, dat wordt minder. En dat brengt rust. Ja, oud. Ja, er valt gewoon niks meer te versieren. Hè? Ja, nee, heel weinig. En als het dan is, het allemaal 50 plus. Snap je? Nou, wanneer heb je voor het laatst het versierd? Ik ben momenteel weer bezig. Nou, het gegeven dat je er dat het heel duidelijk wordt dat het iets met chemie te maken heeft. Waarom dat je net gewoon je lustgevoelens, dat die daar zo door bepaald worden. Het achternajagen van andere vrouwen en zo. Niet dat ik daar zo... niet dat ik daar veel deed, maar dat gevoel, die rust. Zie je wel? Die had ik op mijn 10 al. Was je dat 10? Het is echt die blote kont? Ja. Echt waar? Ja. Naakt? Bij Drions? Ja. Dat was heftige periodes waren dat. Ja, het begon ook hier, naakt. Dit is een ik had hier maatje 36, 38 voor de jurk. God, wat is het? Jongen, jongens, hè? Ja, man. Hoe oud was je nou hier? Zij denkt 40. Ja, ik heb geen idee. Deze vloer was mooi, hè? Ja, dat denk ik. Ja, Mieke, ja maar die hele vloer met die foto's, vond ik zo'n mooie vloer. En dat was deze foto. Foto. En dan, Maar als je naar die foto's kijkt, dan zit er toch ook meteen zoiets droevigs bij, hè? Vind je dat is niet meer. Dit is niet meer. Dit is voorbij. Ja, ik word ook een beetje emotioneel. Erik is dood. Er zit er nog bij. En, Paf is ziek. Ook een beetje dat het zo... Paf, bijna dood. Allemaal geweest. Het is allemaal geweest. Heel sterk! Heel sterk! Ik heb een Rob van Gestel! Ja! Oeh! Oeh! Knallen jonge meisjes aan! Oeh! Ja, de zin van het leven is één grote morbide grap is het wel, ja. Nee, je wordt toch lekker gemaakt met van alles. En uiteindelijk weet je gewoon, het zwaard van Damocles hangt gewoon boven je kop. Klaar, hoe je nou bent of keert. En... Nee, het ging goed tot nu. Tot je dit vraagt. En dat heeft te maken met... eigenlijk met die zin... De zin, of ik alles eruit gehaald heb wat erin zat. En dat denk ik niet. Ik denk dat ik niet erg meegewerkt heb met de aanleg. En... Als je me vraagt hoe mijn persoonlijk leven is, dan denk ik dat ik heel vaak heel erg gelukkig ben. Maar dat ik er ook een heel groot pontje van gemaakt heb. Maar ik zou ook niet weten hoe het anders moest. Omdat ik degene meebreng die ik ben. En het zit in mijn karakter. Ik heb heel veel dingen gedaan. Dus ik heb heel veel gedaan, eigenlijk. Nou. En heel veel dingen die ik nooit had gedacht dat ik ze zou gedaan hebben.
Dus ik ben zeer blij met mijn leven. Ik ben heel dankbaar voor mijn leven. En ik heb een fantastisch leven gehad. Behalve de laatste 6 jaar. Omdat ik niet meer kon spelen. Nou ja, ze hebben toen kanker vastgesteld. En toen, is het van kwaad naar erger gegaan. Eerst was het genezen en nu blijkt het dus niet genezen. Ja, je kunt dat ook noemen van wat heeft het voor zin gehad om hier te zijn. Of heb ik wel mijn eigen zingeving gevolgd ooit daarin. En wat is daar nou in godsnaam van terechtgekomen? En dat dat zo pijnlijk is. Maar heeft het dan zin gehad dat je er was? Wow, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet, of het zin heeft gehad. Ik hoop het. Ik hoop het dat toch mensen nog iets zich herinneren of iets gevoeld hebben toen ik speelde. Of dat ik toch iets betekend heb. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik. En meer hoeft dat niet te zijn. Ja, misschien ben ik wel de braafste van de klas. Misschien bedoel je dat te zeggen? Of ik nog seks heb? Dat soort dingen? Ja. Met tijd en wijlen. En is dat dan wekelijks of maandelijks of zo? Onregelmatig. Nou, je hebt een relatie, toch? Ik heb een relatie. En hoe lang? Al 35 jaar. 35 jaar? Ja. Ja, daar kan ik me niks bij voorstellen. Daar kun je niks bij voorstellen. Voor mezelf dan. Wat dat oplevert bedoel je, kun je ook niks bij voorstellen. Ja, wat dat seksueel oplevert. Ja. Maar ben je nog een minnaar? Zie jij jezelf als minnaar? Ik denk het niet, maar goed. Wil je me dan even helpen? Te omschrijven hoe jij je minnaar ziet. Wat is dat dan volgens jou? Leg even, als ik, nou, bij mij zijn we al klaar, niet dus. Dan vraag ik aan jou zo van, wat is dan een minnaar voor jou? Waar moet je dan aan voldoen? Waar jij dus aan voldoet. Dat moet toch niet moeilijk zijn? Te putten uit zoveel ervaring kun je gewoon dingen opnoemen. Feitelijkheden en zo. Toch? Dat er op losneuken, dat klopt wel? Dat komt wel in de buurt, ja. Ik kan me ook helemaal niks voorstellen hoe dat is om in 35 jaar met dezelfde... Je wilt toch gewoon heel snel achter. Je wilt toch andere handen aan je lijf voelen af en toe. Dat ken ik wel. Maar het is dan niet zo. Maar waarom doe je dat jezelf aan? Nou, waarschijnlijk uit respect voor degene waarmee je samenleeft ook. Denk ik, dat is ook invullen, ja. Respect. Ja, precies, dat is een vies woord, ik weet het. Nee. Ik vind het wel echt goed dat jullie zo gemakkelijk lijken te spelen. Zodat het zo natuurlijk ontstaat. En hoe je hem dan toch weer oppakt, zo ook jullie scènetje. Ik trap er gewoon in. Het is gewoon rete spannend om naar te kijken. Het zit zo, ja. Beide gesprekjes liggen zo dicht op wie jullie werkelijk zijn, althans voor je elkaar kent, zeg maar. We staan ook in de overgang, hè. Mm-hmm. En dan vooral als de visite was, dan zei ik, god man, heb je weer een opvlieger? Nee. Heel erg. Was jij zo? Ja, heel erg. Dat was ook heel fijn. Hij leeft echt. Laat je iets na? Ik denk het niet. Nou ja, de dingen die ik gedaan heb, maar theater is gelukkig ook zo vluchtig. Ja. Zoals het leven vluchtig is, dus. It's feeling something.